Hey, hallo, Peter van Elzak hier van Peets Gitariteiten. Het is december 2021, top 2000. Nou, hoeft geen verdere introductie, dacht ik. Ik wil heel graag Promise You a Miracle doen met jullie van The Simple Minds, een nummer uit 1982. Van de legendarische LP New Cold Dream. Die LP heb ik ook nog. Er komen echt veel hits vandaan. En het schijnt zo te zijn dat toen dit nummer werd geschreven, toen wisten ze al dat dit een grote hit zou worden. Nou, dat is het ook wel geworden. Hè? Toch is het zo'n nummer, wat je eigenlijk een beetje vergeet. Gewoon. Eigenlijk dat. Het is niet onrespectvol bedoeld, helemaal niet. Maar ook dat beentje, dat vergeet je eigenlijk een beetje. Tenminste, ik wel. En juist daarom hebben we ervoor gekozen om ook zo'n nummer dus gewoon te doen. Dus wat je eigenlijk een beetje vergeten bent. Promise You a Miracle dus. Uit 1982. Ik heb er ook weer een beetje voor gekozen om het nummer zo te doen. Dat het ook leuk is voor jezelf om te spelen. En toch, bij dit nummer heb ik geprobeerd om de elektrische gitaarpartij een beetje te behouden. Je kan het wel hier spelen. Maar dat, ja, dan is het toch een beetje weg. Dus ik doe het toch een beetje op zijn elektrisch. En ik heb een beetje een mix gemaakt volgens mij. En ik denk dat het leuk is om te doen. We gaan daar een beetje doorheen door het nummer. We leggen alles een beetje uit. Wat zit er allemaal in? Het nummer begint met het refrein. Dat refrein, dat zit er 6 keer in het hele liedje. En alleen de tweede keer is het refrein iets anders. En iets anders, daarmee bedoel ik de wijze van aanslaan. Dus het ritme in het refrein. Nou, dat ga ik uitleggen. Succes. Komt-ie. Het nummer begint met een E5. Dat is de E-snaar in het vijfde vakje op de tweede snaar. En de B in het zevende vakje op de eerste snaar. Je ziet, ik heb de capo op 1. Ik zit dus eigenlijk nu in het zesde vakje, maar je moet het altijd relateren aan de capo. Hè? Dus dit is nog steeds vakje 5. Dus wij noemen dit E5. Maar het is natuurlijk eigenlijk F5. Omdat het natuurlijk een halve toon hoger is. Die E5. Waarom is het nou E5? Een E en een B. E, B, E, B. Dus de eerste en de vijfde toon. Die maken het een power akkoord. Zo heet het dan eigenlijk ook. En dit is een beetje een hoog power akkoord op de onderste snaartjes. Je moet een beetje uitkijken wat je aanslaat. Zeker ook omdat je daarna naar een A-sus 4 gaat en een B mineur. Daar zit een baretje bij, een klein baretje. Ik pak dus die E5 ook al in mijn baretje. Zie je dat? Ik heb een baretje in het vijfde vakje liggen. Die ik op de eerste snaar erbij. Die. En probeer twee snaren aan te slaan. Dan zet ik mijn pink ernaast. Dat betekent dus dat die vijfde toon, die wordt een halve toon hoger. Zie je het? Dus E5, E5 plus, een kruis erbij, een hashtag erbij. Zie je? Dan ga ik naar A-sus 4. A-sus 4. Hoe zit dat dan? Nou, dat komt dus van F, G, A. En dan zit hier die terts van de A en die wordt dan een 4, dus daar. Zie je het? A-sus 4, maar ik gebruik alleen maar de onderkant. A-sus 4 en E mineur. Dus twee vakjes verder. Ik speel. Zo begint het nummer. Dus we beginnen met een halve toonrust. Dus 1, 2, 3, 4. En dan ligt die een beetje voor de tel, die laatste. Zie je het?
De eerste keer is een halve tel rust. 2, 3, 4. De tweede keer. 3e keer. En de 4e keer is weer hetzelfde als de 2e keer. Zie je? Dus, 1e keer. Heel relaxed. Maar je moet hier echt een beetje uitkijken. Dat je niet dat doet. Hè? Klinkt niet. 2e keer. 3e keer. 4e keer. Dit is E5. E5 plus eigenlijk. A-sus 4, E mineur. Oké, nou dan komt het couplet. Dat is E mineur. Een A-sus 2. Zie je dat? Maar nou kom ik dus vanaf A. Onderste weg, A-sus 2, dan komt dus de B-snaar vrij. Wat gebeurt er bij sus? Hè? Moet je maar eens kijken op Peetsgitariteiten bij verdiepingsstof. En dan de les van welke akkoorden zijn er. Daar staat het een beetje in uitgelegd. De 3e toon van A valt weg en de 2e toon komt ervoor in de plaats. A-sus 2. Dus E mineur. A-sus 2, D-sus 2, E mineur. Ik heb het in de tab die hierbij zit, het pdfje, heb ik het zo opgeschreven dat de E mineur doe ik met vinger 2 en 3. De A-sus 2 doe ik met vinger 1 en 2. En dat doe ik alleen maar omdat je dan daarna makkelijker naar die D-sus 2 kan. Maar je kan natuurlijk die A-sus 2 ook met dezelfde twee vingers doen als dat je de E mineur doet. Dat moet je natuurlijk in principe zelf weten. Dat is wat jij prettig vindt. Maar ik heb het dus zo gedaan. Het ritme wat erin zit. Je denkt dat het 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Dat het dat is. Als je goed naar het nummertje luistert, is het dat niet. Je hoort dit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dus die A-sus 2, die is maar een halve tel. Zie je, dan heb je rust. En op 3, 4 komt dus weer D-sus 2 erbij. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, zie je? Nou, dat doe je 4 keer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan komt het tweede refrein. En het tweede refrein, dat zei ik er net al, dat is een heel klein beetje anders. Dat begint meteen met dit. 2, 3, 4. De 2e keer dus ook. De 3e keer is weer dat. En ook de 4e keer is dat. Je kan zeggen van ja, nou, dat toch, dat doe ik niet. Ik bedoel, er zit toch weinig verschil tussen dit of dit. Ja, maar misschien is dat nou net zo'n punt waarmee je nummer scoort. Hè? Dat, ja, je weet het maar niet. Dus ik doe het wel. Dus het tweede refrein begint dus meteen met die 16e. Zie je? De 3e keer. 4e keer. En dan komt er een brug. 2, 3, 4. 2, 3, 4 is alleen maar E mineur. En A-sus 2. Kan je hem zo pakken. Je kan hem zo pakken. Het zijn allemaal akkoorden van 4 tellen. Zie je? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan weer. Het refrein.
Maar je moet echt een beetje uitkijken. Dat je dat bewegingtje echt probeert op twee snaren te doen. Dit. En weer. 'Zo door. En dan komt weer een couplet en dan komt weer een refrein. Dit zijn de ingrediënten die erin zitten. Het moeilijke is om het subtiel te spelen. En dat zit dus echt in je rechterhand. Je moet dus echt een beetje uitkijken, vooral bij dat begin, hè, dat je die beweging dus niet te groot maakt. Het is echt een beweging, je zit in die pols. Zit. En ik heb de down- en de upstrokejes erbij gezet. En vooral die laatste, die dus voor de tel ligt, die dat is echt een slag omhoog. En dat kan natuurlijk wel naar beneden, maar dat is mooi. Ik wens jullie heel veel succes en plezier met Promised You a Miracle.